Hallo, leuk dat je kijkt. Ik ben Vincent van Dix Dumpstore uit Leeuwarden. En in deze video wil ik je graag wat vertellen over een box die we net afgelopen week voor het eerst binnen hebben gekregen, maar waar we al een tijdje op zaten te wachten. Het is er eentje van Umarex en het is deze. Het is de Umarex Zelos. De Umarex Zelos is een vrij krachtig persluchtgeweer. Een bullpup model. Betekent eigenlijk bullpup model dat de loop- en grendelmechanisme. Loop begint niet hier, maar loop is verder doorgebracht naar achter. Dus je hebt een gigantisch lange loop. Maar waardoor het dus verder naar achter is gebracht, is het nog steeds een relatief compact geweer. Wat goed in balans is. Ik kan dit model ook zo met één hand vasthouden. Hij zit in de 3 kilo. Redelijk gewichtig. Veel aluminium. Rubbergreep. Een pistoolgreep. Nou, dit is een beetje een AR-type greep. Dus die kun je natuurlijk vervangen door eventuele aftermarket grepen die soms recht zijn of met een hele mooie duim opleg. Dit is een standaard rubbergrip. Lijkt eigenlijk een beetje op de grip van een FX Impact, vind ik zelf. En voor de rest hebben ze hem daar ook wel aardig redelijk in gekopieerd. Het is een persluchtbux met stelmogelijkheden voor best wel een goede prijs. Het voelt enorm degelijk aan. Hij heeft een drukbuis van 250 cc die je kan vullen tot 250 bar, waardoor je er best wel wat schoten uithaalt. Wat je vaak ziet met ronde drukbuizen zoals deze, dat dan de manometer dan voorop zit en dat je dus eigenlijk al met je snuffert in de loop moet kijken om die meter af te kunnen lezen. Wat ze hiermee gedaan hebben is dat ze dus de meter op de zijkant geplaatst hebben, waardoor je gewoon vanaf de zijkant kan bekijken en daarop de druk eigenlijk kan bijhouden. Naast deze zit er nog een tweede meter op, die zit hier en die is voor je regulatordruk. Deze bux die kun je dus heel constant laten schieten als je hem zou vullen tot 250 bar en hij staat gereguleerd op 150 bar. Dan krijgt hij dus bij ieder schot de lucht alsof er nog 150 bar in het reservoir zou zitten, waardoor je dus een veel grotere consistentie hebt dan met een persluchtbux waarbij je bij ieder schot de kracht eigenlijk steeds minder wordt en afneemt en je dat dus ook vaak terugziet in je kogelbaan. Heb je dat met een gereguleerde bux, heb je dat niet, zolang je hem binnen zijn gereguleerde druk houdt. Daarnaast is deze regulatordruk is ook nog een keer gemakkelijk verstelbaar. Die zit hiervoor. Dit is namelijk, er zit hier een boutje die als je hem eraf draait, eigenlijk beschermt hij hem eigenlijk. Als je deze eraf draait, dan kun je via de bovenkant met een platkop schroevendraaier erin, kun je de regulatordruk omhoog laten lopen en kun je hem dus op die manier eigenlijk meer kracht geven. Zou je nou een regulatordruk, en dit is een beetje een vuistregel voor de meeste buxen die gereguleerd zijn, dat je een regulatordruk wel omhoog kunt laten oplopen, maar dat het niet verstandig is om hem, terwijl die op druk is, omlaag te laten lopen. Dus stel nou, je wil je regulatordruk juist lager hebben, dan is het beste voor de drukbuis om eerst de lucht van de drukbuis af te halen. En nou goed, het staat er vrij duidelijk bij, maar hier zit een knopje. Dit boutje kun je losdraaien met een inbesleutel en daar staat die gas op. Door deze hier los te draaien, ontlucht je dus de volledige drukbuis. Vervolgens zou je de regulator, net als een gewone schroef, naar rechts draaien, zou je die dus weer indraaien. Vervolgens vul je weer de bux opnieuw en laat je dus de regulator dus weer oplopen. Dus je stelt ze altijd oplopend, je moet ze nooit stellen teruglopen. Dat is eigenlijk het beste voor zo'n bux. Maar goed, je kan dus de meter, hier kun je goed in de gaten houden wat je gereguleerde druk is en hier hou je je vuldruk op bij. Deze bux vullen kun je doen bijvoorbeeld met een duikfles of een compressor. Een handpomp is vaak niet ideaal, zeker niet als je moet vullen tot 250 bar, wat dus de maximale vuldruk is van dit geweer. Om deze bux te vullen, wordt hij niet geleverd met een vulnippel, maar moet je hem eigenlijk aansluiten met een fosterkoppeling. Dat is eigenlijk, als je deze dop eraf haalt, dan zie je hem hier al verschijnen. Dit is een male foster. Wat je dus eigenlijk aan het uiteinde van je slang van je fles wil hebben, is een female foster. Dat is eigenlijk een kliksysteem met een bajonetsluiting. Dat klikt hij dus op vast. Je duwt, je trekt, je draait de kraan open en je kan deze heel gemakkelijk vullen tot 250 bar maximaal. Vervolgens ontlucht je de slang, koppel je hem af, zet je deze doppen weer op. En wat dat betreft kun je de druk dus altijd in deze bux laten. Je kan hem dus ontluchten, maar die ontluchtoptie die dus hier op de zijkant zat, is puur voor de regulatordruk als je die omlaag zou willen brengen. Normaal gesproken, als je een persluchtbux hebt als deze, als daar eenmaal druk in het geweer zit, laat je hem ook altijd op druk. Dus je hoeft hem niet als je hem langere tijd opbergt leeg te laten lopen. Sterker nog, het is beter voor de seals en o-ringen die erin zitten om hem juist op druk weg te zetten. Dus tot zover dat.
Je hebt een goede greep. Wat ik zelf ook best wel tof vind aan deze bux. Ik heb hier nu even een grip opgezet. Dit is er dan eentje met van die pootjes ronden. Dit is tevens een greep en dus ook tevens een bipod waarop je hem dus kunt neerzetten. Wat ik zelf heel goed bedacht vind, is deze klem die dus om de drukbuis heen schuift. Die kun je gewoon ook weer met een inbesleutel in positie verplaatsen. Stel je zou er bijvoorbeeld een greep op zetten, net als hoe ik hier nu heb gedaan. Is het natuurlijk fijn dat hij een beetje dichtbij zit. Zodat je niet helemaal met een gestrekte arm hem zo hoeft vast te houden. Maar dat je hem dus hier kan zetten. Stel je wilde juist weer een gewone bipod opzetten. Dan kan het soms wel prettig zijn om hem juist toch wel iets verderop voorop de drukbuis te zetten. Deze draai je los en je schuift hem gewoon naar voren. En je kunt zelf die positie kun je dus heel gemakkelijk bepalen. Het is heel simpel bedacht, maar het werkt wel perfect. Hier aan de onderkant zit een Picatinny rail. Nou, dit is een beetje de standaard Lego maat als het ware voor wapenaccessoires. Dus daar past een bipod eigenlijk al heel gemakkelijk en goed op. Op de bovenkant van de bux zit een rail en dit is een 21 slot Picatinny rail. Dat betekent eigenlijk dat je 21 inkepingjes hebt. Dus je hebt een hele lange rail waarop je dus een richtkijker kunt positioneren. Ik moet eerlijk zeggen, ze zeggen, nou dan kun je heel veel opties qua richtkijker doen. Eigenlijk als die rail al half zo kort was, kon je nog steeds elke kijker goed kalibreren vaak en erop zetten. Omdat zo'n kijker zelf binnen zijn montage ook nog wel wat heen en weer te schuiven valt. Maar goed, hij heeft dus een vrij lange Picatinny rail. Ik heb hier even een kijker opgezet. Dit is een Victor Optics Veyron kijker. Staat leuk in verhouding ook tot de prijs van de bux. Dat is een 4 tot 16 met een first focal plane draadkruis, parallaxverstelling op de zijkant en van die turrets die je heel gemakkelijk en snel dus goed kunt verstellen. Die heb ik er even voor het beeld opgezet. De kijker zit er dus nog niet bij, net als dat de bipod greep die ik er hier nu op heb gezet er ook niet bij zit. Maar goed, dit kun je natuurlijk zelf bepalen. Je kan eigenlijk alle type kijkers er wel opzetten, ook omdat zo'n bux natuurlijk geen terugslag heeft. Het is eigenlijk qua werking, is het dus je spant iets, je schiet, hamer slaat tegen een ventiel aan en de lucht die gaat eruit. Dus je kan er ook een lichtere kijker op zetten. Het is wel zo, als je natuurlijk een beetje op afstand wil schieten, is het wel prettig dat je er ook een goede kijker op zet. Dus je wil vaak wel, als je een bux koopt met een kijker, het moet een beetje in verhouding zijn, maar je wil niet je hele budget aan een bux spenderen en geen geld meer overhouden voor een goede richtkijker. Omdat je er dan niet het optimale uithaalt, naar mijn idee. Grendelmechanisme. Het is best wel een mooi systeem. Het is gewoon zo'n straight pull grendel. Die zit hier. Die zit eigenlijk al vlak boven waar je met je vinger bij de trekker zit. Je pakt hem heel gemakkelijk. Je spant hem naar achteren. Daarmee span je dus eigenlijk de hamer. Dan zag je hem hier eigenlijk ook al naar achteren gaan. Dit is de pellet probe. Die duwt dus vanuit het magazijn iedere keer opnieuw een kogeltje in de kamer. Dus je trekt hem naar achteren. Magazijntje draait. Je duwt naar voren. Een kogeltje in de loop. Je schiet. Trek je hem vervolgens weer naar achteren, roteert het magazijntje weer. En dat komt omdat er in het magazijn een veer zit. Dat is een systeem, dat zie je heel veel met bestelbuxen, dat je, ik ga hem laten zien, dat je het magazijntje dus als het ware opwindt. Dit is het magazijn van de Umarex Sailors, dus een compleet nieuw bedacht magazijn. Er zit in die Sailors in het grendelmechanisme een pin die centreert door dit gat in het midden. En hier komt dus de probe doorheen. Nou kun je het transparante dekseltje van zo'n magazijn helaas nog steeds twee kanten opdraaien. Draai je deze dan met de klok mee, dan doe je het verkeerd, want nu draait het binnenwerkje, het spoeltje, het tandwiel, draait niet mee. Wat je bij deze dus moet doen, je draait hem tegen de klok in en nu zie je dat hij het binnenwerkje meeneemt. Er zit dus een veertje onder die je op spanning brengt. Je draait deze helemaal door totdat je niet verder kan en vervolgens gaat de eerste projectiel via de bovenkant van het magazijn, of eigenlijk de voorkant van het magazijn, met de kogelkop omhoog naar voren erin. En als je die er helemaal inzet, borgt die het veertje wat in dit spoeltje zit. En kun je vervolgens de rest van alle kamers kun je laden. In 5,5 mm, wat ik hier heb, kun je maar liefst 20 kogeltjes in het magazijn kwijt. Dus dat is best wel veel. Heb je hem vervolgens geladen, dan trek je dus, zoals ik hier nu net had gedaan, trek je het grendelmechanisme naar achteren. Je ziet eigenlijk op het magazijntje een inkeping zitten. Zo schuift hij als het ware in de receiver en aan de bovenkant zitten twee magneetjes, dus hij centreert hem ook mooi. Je plaatst hem er eigenlijk gewoon in. Hij schuift en vouwt langs de loop en vervolgens duw je de hendel naar voren. Die duwt door het magazijntje heen, een kogeltje in de loop en vervolgens kun je schieten. En pas bij het laatste schot, als je die gedaan hebt en je spant hem weer naar achteren, dan draait hij naar die laatste kamer en die is dicht, waardoor je dus niet nu de grendel naar voren kunt krijgen. Dus kun je deze niet naar voren krijgen. Weet je automatisch, mijn magazijn is leeg. Je kan het natuurlijk altijd tussentijds ook controleren. Dan botst je tegen het laatste zwarte vlak aan. Wil die dus niet naar voren. Haal je hem er dan uit. Dan kun je natuurlijk verkiezen om het magazijn weer opnieuw te laden en door te gaan met schieten. Ben je uitgeschoten, haal je hem eruit. En dan moet je de bux nog ontspannen.
Dat kun je doen door of hem gewoon simpelweg dicht te doen en hem droog af te vuren. Maar goed, dat kost je lucht en dan hoor je een harde knal. Wat je ook kunt doen, is hem naar achter halen, magazijn eruit halen. Vervolgens hou je de hendel vast terwijl je de trekker overhaalt. En dan laat je hem rustig onder begeleiding naar voren schuiven. En zo heb je weer de druk van de hamer afgehaald. En dit is ook de positie waarin je zo'n luchtbux dus eigenlijk ook wegzet. Hier zie je ook al heel duidelijk de veiligheidspaal. Nou, rood is altijd gevaar. Dus nu is hij schietklaar. Doe hem naar voren. Blokkeert hij de trekker. Zal hij het dus niet doen. Maar goed, veiligheidspaal. Hele simpele. Vrij duidelijk ook. Beste veiligheid is vinger langs de trekkerbeugel. Dan weet je zeker dat er niks kan gebeuren. De trekker, zoals je hem hier ook ziet. Wat ik zelf wel mooi vind. Je hebt natuurlijk de trekker druk is verstelbaar. Nou, om de trekker druk te verstellen. Moet je niet bijvoorbeeld met een inbesleuteltje hier ergens zijn. Met feitelijke trekkermechanismen zit veel verder achter in het blok. Dus dan haal je deze kap aan de bovenkant en aan de onderkant af. Je zit hem met inbusjes, zit er hier vast. En vervolgens kom je bij de trekkerverstelling. Ook zie je dan aan de achterkant hier een platkop schroef zitten. Waarmee je de hamerdruk kunt verstellen. Dus eigenlijk de hamer die jij spant. En die dan naar voren schiet tegen het ventiel aan. De druk, hoe hard hij dat doet, kun je dus aanpassen door die hamerveer in of uit te draaien. Het enige punt is altijd wel daarbij weer. Als je een hamerdruk verstelt, moet je dat altijd doen als hij ontspannen is. Dus het zou een slecht idee zijn om hem eerst te spannen. Daarna aan die hamerdruk te gaan lopen zitten, want dan kun je hem kapot draaien. Dus je doet het in een ontspannen toestand, ga je dat verstellen. En om dat dus te verstellen, moet je hem uit zijn kolf halen. Wat je daarnaast ook nog kan verstellen, dus naast die hamer en de trekkerdruk, is ook de positie van die trekkerschoen hier, dit blad. Dat kun je heel mooi, nou, ook een beetje naar de grootte van je eigen hand verstellen. Wat je eigenlijk wil, is als je hem prettig vast hebt en je de trekker overhaalt, dat de positie van het trekkerblad ongeveer op het midden van je voorste vingerkootje zit. Zit hij namelijk te ver naar voren of te ver terug, dan krijg je een afwijking naar links of rechts. Dan zit je er dus zijdelings naast, dus die positie wil je goed hebben. En daarin is het prettig als dat ook verstelbaar is, zodat hij erbij zoveel mogelijk handen goed past eigenlijk. Wat kan ik er meer over vertellen? Aan de bovenkant zit dus een 22 mm rail. Moet je goed op letten als je er een lichtkijker op zet. Dat het ook een montage is in 22 mm. Nou goed, dat kun je altijd online heel gemakkelijk vinden. Je hebt dus een relatief groot magazijn van 20 schoten. De kracht van deze bux, daar heb ik het nog niet over gehad. Ze zeggen vanuit fabrieksopgave is dat deze ongeveer een 35 joule aan mondingsenergie zou moeten hebben. Dat is nog niet eens zo heel erg veel, standaard gezien natuurlijk, voor een pestle bux. Maar we hebben hem zelf getest en door de chronometer heen gehaald van FX. En als je deze bux gebruikt en je zou de JSB exact Jumbo Heavy nemen, dat is een heel veel voorkomend kogeltje die heel mooi in het magazijn past. Die JSB Jumbo Exact Heavy kogeltjes, die wegen 18,13 grain. En als je die hierin verschiet, dan kom je ongeveer uit op een goede 47 joule aan mondingsenergie. Dus waar je heel veel buxen hebt die de energie hoger aangeven en in werkelijkheid iets minder doen, hadden wij hier dus een veel hogere energie mee dan die 35 joule. En zaten er dus gewoon dik boven. Nou is dat natuurlijk wel een variabele die kan verschillen. Ook hoe is je regulatordruk afgesteld en hoe is je hamerdruk afgesteld. Dus je kan het simpelweg omhoog brengen of je kan het simpelweg omlaag brengen. Maar naar mijn idee is hij zeker krachtig genoeg om ook wel wat op afstand te kunnen schieten. En is het als pakket, zeker als goed verstelbare bux beneden de 1000 euro, is het best wel een interessant product en het voelt ook gewoon echt wel heel degelijk aan. Hij heeft een loopmantel om zijn loop heen zitten, die dus eigenlijk ook als soort van fungeert als soort van geluiddemper. Daar zitten niet kamers in. Hij wordt wel gecentreerd, die loop, maar je kan hier voorop, kun je, als je dit dopje eraf haalt, vind je hieronder half UNF schroefdraad. Nou, dat is eigenlijk een beetje de standaard maat tegenwoordig waar een geluiddemper af te maken op past. Hier kun je dus nog een extra geluiddemper op zetten. Wat altijd wel eens is, hoewel hij ook gecentreerd wordt en hij dus helemaal perfect recht zou moeten zijn, en dat ook is, is het altijd beter om een geluiddemper bijvoorbeeld een klein beetje overmaat te nemen. Voorbeeld, neem je nou bijvoorbeeld een Donny FL geluiddemper en je zou de Donny FL kooi nemen. Die kan ik er straks even opdraaien als ik ga schieten met deze bux. Die kun je kopen in 4,5, 5,5, 5,5, 6,35 of 6,35, 7,62. Nou goed, dan is het geweer wat ik hier vast heb is een 5,5 mm. Dan zou je natuurlijk kunnen kiezen voor de 4,5, 5,5 of de 5,5, 6,35. En eigenlijk aangeraden wordt om altijd de overmaat te nemen, de 5,5, 6,35 dus in dit geval, zodat je zeker weet dat de kogel niet beïnvloed wordt door de demper en dat hij hem ook dus niet klipt. Nee, je wil niet hebben dat het kogeltje uit de loop in die demper terechtkomt en net nog een randje binnen in die demper raakt, want
van A, kan je dempen dan kapot gaan. En B, heb je waarschijnlijk een heel belabberd schotbeeld. Omdat dat gewoon beïnvloed wordt. En niet meer zuiver schiet. Dus beter is altijd overmaats te nemen. Ik zal er straks wel even een demper opdraaien als ik ermee ga schieten. Dan kun je vaak een beetje het geluidsverschil ook horen. Dus ja, laten we maar eens even meenemen naar onze testbaan. Laat ik even zien hoe die werkt. Oké, we staan op de baan met de Umarex Zelos. Ik heb het magazijntje heb ik al geladen. Moet je dus altijd opletten dat je hem tegen de klok indraait. Waardoor je dus het spoeltje meeneemt en op spanning brengt. Je borgt hem eigenlijk door er een kogeltje in te plaatsen. En vervolgens laat je hem terug. Plaats je de rest van de 19 kogeltjes erin. En is hij in feite vol. Om hem er dus in te plaatsen moet je hem eerst spannen. Dan gaat de probe hier naar achteren en de grote pin die het magazijn centreert. Want er zit een gat in het midden. Je trekt deze terug. Magazijn plaats je erin, je schuift hem er eigenlijk gewoon in. En het voelt eigenlijk als een kliksysteem. Maar het is door middel van de magneetjes centreert hij zichzelf en zit hij goed vast. Vervolgens duw je de hendel naar voren, duwt hij door het magazijntje heen. Een kogeltje in de loop en is hij vanaf dat moment geladen. Er zit een veiligheidspal hier op de zijkant. En door deze naar onderen te doen is hij schietklaar. Maar het is een handmatige veiligheidspal. Dus hij gaat niet automatisch als je de buks spant op safe. Dat is iets wat je nog wel eens met knikloopbuksen ziet van Diana of Weinhaug bijvoorbeeld. Maar eigenlijk haast niet met persloopbuksen. Nou, we gaan hem maar eventjes proberen. Mooi aan een persloopbuks is natuurlijk dat je een magazijn hebt, heel snel achter elkaar kunt schieten. En dat het eigenlijk heel rustig schiet is, omdat je nauwelijks terugslag ervaart. En er ook niet heel veel geluid vanaf komt. Het scheelt natuurlijk al dat hij die mantel om zijn loop heen heeft. Dat hij als het ware alvast al gedempt is. Maar goed, het scheelt wel als je er nog een extra demper op doet. En om er een extra demper op te doen, draai je de dop vooraf eraf. Daaronder zit half UNF schroefdraad. Dat is dus een beetje de standaardmaat voor een geluiddemper. Nou, ik heb hier de Donny FL Koi. Dat is best wel een populaire demper, ook omdat hij qua prijssegment van Donny wel een beetje in het midden valt. Hij heel goed dempt. Die dempers die zijn geventileerd. Er zitten her en der gaatjes om de rand van die demper heen die de lucht als het ware ook een beetje erbij weghalen. Zodat hij niet nog een extra tik lucht krijgt als de kogel uiteindelijk de demper ook verlaat. En ze zijn heel erg stil. En je kunt ze dus kopen in verschillende maten. En nu heb ik voor dit geweer, wat 5,5 mm is, heb ik er een demper op gezet die geschikt is voor zowel 5,5, 6, 35. Zodat hij dus iets overmaats is, dan weet je dus dat de kogel de demper aan de binnenkant niet zal raken. En goed, dit scheelt dan toch nog wel weer even aardig qua geluid. Hoor nu eigenlijk alleen nog voornamelijk dus de impact van het kogeltje die tegen het doel aankomt. Maar niet meer zozeer echt de mondingsknal van deze buks. Dat reduceert hij heel erg goed. Wat heel belangrijk is met deze buks. En eigenlijk met de gemiddelde persloopbuks met dit type magazijn. Wat dus iedere keer roteert als je de hendel naar achter haalt. Is dat stel ik trek hem naar achter. Ik duw een kogeltje erin. En ik zou hem bijvoorbeeld later een tweede keer naar achter halen. Dan zou ik er eigenlijk nu al achter komen dat hij al gespannen was. Ook omdat de hendel, de grendel is slap. De hamer is al gespannen, maar nu trek ik hem naar achter helemaal. Nu roteert het magazijntje weer eentje door naar de volgende kamer. Maar zou ik hem nu weer naar voren drukken, dan duw ik dus ook een tweede kogeltje in de loop. Dus het is heel goed mogelijk met buksen als dit om ze dubbel te laden. En dat is iets wat je absoluut niet wil. Omdat als die kogel uit de loop zou komen, die zou die demper kapot schieten. Of wat je kan krijgen met lagere druk is dat de kogels vastkomend zitten in je loop. Dat je door blijft schieten en het misschien niet eens door hebt en dat je hele loop naar de galamisie is. Dat moet je niet willen. Zou je hem dus nou de tweede keer naar achteren trekken, dan haal je het magazijntje, haal je er gewoon simpelweg uit. Druk je hem naar voren en dan schiet je nog een keer. En dan weet je dat het kogeltje wat nu in de kamer zit, dat die in ieder geval al weg is. Heb je die dan weggeschoten, kun je vervolgens weer opnieuw beginnen door hem te spannen en het magazijn weer opnieuw terug te brengen. En heb je dan dus je laatste schot gedaan, blijft de hamer tegen een lege kamer aanhangen. Dus wil die niet naar voren, dan weet je dus je magazijn is leeg. Haal je die er vervolgens uit en ben je uitgeschoten. Dan hou je de hendel vast, haal je de trekker over. Laat je hem rustig naar voren glijden en nu heb je de druk van de hamer. En dit is dus precies de manier waarop je zo'n luchtbuks wil wegleggen als je hem opbergt. Al met al, Umarex Zelos, hele mooie buks. Licht van gewicht, een hoop stelmogelijkheden in een hele goede prijsklasse vind ik zelf. Het is een degelijke buks, dat voel je. Ik denk dat hij goed nauwkeurig is. Ik heb hem alleen maar op de korte afstand geprobeerd en dan haal je het maximale er wellicht niet uit. Maar het feit dat het een gereguleerde buks is die goed verstelbaar is, zegt voor mij al heel veel.
Ben je nou geïnteresseerd in deze luchtbox of in een andere luchtbox? Je kan natuurlijk altijd contact opnemen met onze winkel of gewoon een keer onze winkel bezoeken. Wij versturen dit soort spul ook via internet. Daarvoor moet je uiteraard ook net als in de winkel 18 jaar of ouder zijn en dat ook kunnen bewijzen. Maar deze luchtboxen zijn vrij te koop vanaf 18 jaar. Kun je heel erg leuk gebruiken in schietverenigingen, tuinen. Als het maar natuurlijk op een veilige manier gebeurt, dat is heel erg belangrijk. Ben je geïnteresseerd in deze luchtbox? Neem contact met ons op. Abonneer je op ons YouTube-kanaal voor nog meer van dit soort video's. En voor nu, bedankt weer voor het kijken.